Het lijkt erop dat Litouwers behoorlijk gefrustreerd is. Zijn kritiek op Johan Derksen en René van der Gijp wordt krachtig beantwoord. Die man heeft zijn hoogtepunt gehad. Litouwers voelt zich ongemakkelijk door de frequente plagerijen in het programma Vandaag Inside. Ze suggereren daar regelmatig dat zijn houdbaarheidsdatum echt verstreken is en dat vindt hij helemaal niet leuk. Met name Johan Derksen gedraagt zich respectloos, volgens de zanger van You'll Never Walk Alone. En hun woordenwisseling gaat door. In de aflevering van Vandaag Inside gisteravond probeert René van der Gijp aanvankelijk de gemoederen te bedaren. Lee is boos. Maar hij moet niet boos zijn op ons. Hij heeft duidelijk niet gekeken, want weet je, hij zegt dat Johan vindt dat hij moet stoppen, maar niemand wil dat hij stopt. De voetbalkenner gaat verder, hij moet gewoon doorgaan zolang hij wil, die man. Alleen moet ik soms wel om hem lachen. Ik heb die documentaire echt 3 keer bekeken, The Voice of Rotterdam. Dat was echt fascinerend. Collega Helene Hendricks zegt, het zijn onschuldige opmerkingen. Daar moet hij zich helemaal niet druk over maken. Johan reageert veel feller. Wat er natuurlijk gebeurd is, hij was voor Nederlandse begrippen een geweldige zanger. Ik heb altijd medelijden met oudere zangers en zangeressen die hun niveau niet meer kunnen halen. Ik heb het laatste album van Aretha Franklin gekocht en dat was gewoon niet om aan te horen, zo slecht. Volgens Johan was het ondraaglijk. En Litouwers heeft gewoon, dat moet hij beseffen, zijn hoogtepunt gehad. Als hij nu vaak optreedt, wordt het een beetje triest, maar dat is mijn persoonlijke mening. Kijk, Tom Jones is ook in de 80 en hij heeft zijn stem nog steeds. Helene vindt die felheid niet nodig. Maakt het eigenlijk wat uit? Het is cult. René zegt, we maken er gewoon grappen over. Dat moet hij niet erg vinden. Johan is echter serieus, er is een verschil. Jullie en ik zelf ook vinden hem sympathiek, maar hij is inmiddels een behoorlijk gebrekkige zanger. Helene, maar maakt dat echt uit? Johan, ik weet niet of het uitmaakt. Voor mij maakt het niet uit, hij mag van mij tot aan zijn dood You'll Never Walk Alone zingen, maar ik vind het pijnlijk voor hem. Hij wil nog wel, maar heeft niet meer de kracht. Dat leidt tot dit soort reacties. We hebben dit ook gezien bij Frank Boeien. Als je niet meer hetzelfde niveau haalt, moet je stoppen. Verdient Lee dit soort hatelijke woorden wel? Hij is toch een aardige vent? Moet ik dan zeggen dat hij nog steeds een goede zanger is als ik dat niet vind?